hier zo onder de bomen. Ik ben Marjorie Huijer en ik kom uit Drenthe, uit Havelte. En sinds kort heb ik mijn huis verkocht en heb een camper gekocht en wil voortaan in een camper wonen. Ik heb dus geen huis meer. Betekent dat u een zeg maar zwervend bestaan aan het leiden bent? Ja. Stop. Daar gaan we een geluidje bij doen. Ja, ik vind het toch. Ik voel aankomen dat wij een mooie verhaal zijn. Ja, je komt vaker. Je bent vaak op deze camping geweest. Ja, ik heb een vriendin en die is familie van hen. En ik ben er dus al twee keer geweest. En zo, ja. Ik heb ze gevraagd, mag ik komen? En ze zei, ja natuurlijk, kom maar. Dit is dus mijn eerste plek waar ik dus mijn camperleven begonnen ben. En heeft u verder idee wat, wat de toekomst nog meer te bieden heeft? Ja, ik hoop hier nog even te blijven, want ik vind het zo prachtig. En, ik wil alles nog ontdekken met mijn hondjes. En dan tegen de winter wil ik toch een beetje naar het zuiden, naar Spanje of Italië of wat dan ook. Je gaat dan gewoon met de hondjes, je laat je in en dan gaat u... Ja. Met het ruige leven tegemoet. Ja. Ja. Ik zorg voor het zoontje als ze even weg moet. En, oh, dit is het zoontje? Die is vijf. Vijf. Ja. Ken je van op vakantie? Ik heb ook een oude zoon, maar die gaat naar zijn eigen weg. Die gaat zijn eigen weg. Gaat zijn eigen weg, maar dat kijk ik. Dat hou ik dan een beetje bezig. En verder maak ik de badkamer schoon. Ja. Ja. En ik check dus mensen in en uit. Aan de receptie. Ja. Oké. Ja. Allemaal heel relaxed en leuk. Mooi. Nou, dat is het mes snijden aan twee kanten. Ja. Ja. En dan, ja, hier is het zo. Eerst dacht ik, blijf hier een paar weken. Een paar maandjes worden. Ja.